Maandag 6 mei, even na 6 uur 's avonds, werd Pim Fortuyn in het Mediapark in Hilversum vermoord. Hij kwam net uit een uitzending toen een man uit de struiken sprong en schoten op hem afvuurde. De gebeurtenissen van die avond op een rij. Vlak voor 6 is het radiogesprek met Ruud de Wild afgelopen. Pim Fortuyn geeft nog een kort interview aan een BNN-stagiaire en loopt dan om 6:03 naar buiten. Fortuyn, hier in het geel afgebeeld, wordt vergezeld door DJ Ruud de Wild, hier in het paars. Samen lopen ze naar de auto van Pim Fortuyn. Daar zit Fortuyn chauffeur Smolders al te wachten. Als ze voor de auto staan, komt Volkert van de G uit tegenovergestelde richting aanlopen. Van de G loopt om Fortuyn heen en schiet 3 keer. Eerst in zijn linkeroor en dan 2 keer in zijn rug. Fortuyn zakt in elkaar, waarna Van de G nog 2 keer in zijn hals schiet. Een 6e kogel raakt de auto van Fortuyn. Dan rent Van de G weg. De chauffeur van Fortuyn, Smolders, springt uit de auto en zet de achtervolging in. Van de G gaat om het audiocentrum heen richting het RVU-complex. Hij verlaat het Mediapark en steekt de insuline de laan over. Hij rent richting zijn vluchtauto, maar als hij daar bijna is, sluit hij toch rechts af te slaan. Na een omweg komt Volker van de G aan bij het Texaco tankstation. Chauffeur Smolders heeft inmiddels de politie al gebeld en die staat Van de G daarop te wachten. 2 agenten met kogelwerende vesten en getrokken pistolen dwingen Van de G te gaan liggen. Van de G biedt geen weerstand en gooit zijn wapen weg. 3 agenten springen bovenop hem en doen hem de boeien om. Van de G wordt onmiddellijk afgevoerd.